Meneer, heeft u ook een ponskijker? Een ponskijker. ADHD, lelijk. ADHD, lelijk. ADHD. Ik ben er niks aan. Super. We moeten naar het ziekenhuis. Hyperbipura, ora. Die kan gaan niet. Een maal is niet aan. Maar dan kan het. Hoe komen ze druk? Ik weet het ook niet. Misschien ben ik als kind vroeger in een ketel met Red Bull gevallen. Ik weet het ook niet. Ik ben een soort Duracell konijntje wat doorgaat als de rest ophoudt. Jochem, waarom Texel? Texel is het mooiste plekje op aarde voor mij, althans. Waarom dan? Ja, rust. Het is gewoon echt, het is totale rust hier. Ja? Ja. Je komt hier al vanaf je jeugd, hè? Ja, het is echt een, voor mij is het, zeg maar, als ik op de boot naar Texel zit, dan mijn hele lichaam die ontspant dan. Het zit er al vanaf kinds af aan in. Ik ben vanaf mijn nulde hier gekomen. Dus mijn hele lichaam gaat op standby-modus hier. Heerlijk. Ik krijg altijd heel veel prikkels op me af. Overal van die prikkels op me af. Hier, zie je dat? Dit prikkeltje bijvoorbeeld. Dit prikkeltje komt door jou. Ja, jij bent de lul vandaag. Want, hoe heet je? Sophie, dit prikkeltje komt door jou. Echt waar. Ik heb namelijk onwijs de neiging nu om jou te gaan zoenen. Serieus zeggen. Maar ik zeg nu tegen dat prikkeltje. Nee. Dat komt pas na de pauze. Nee. Want wat is dat toch met die prikkels aan jou? Jij kan niet tegen prikkels, hè? Nee, ik moet een beetje rust in mijn lijf hebben. Als je in de stad bent, dan leeft dat maar door. Dat gaat maar door. En er zitten allemaal mensen die daar rondlopen. En allemaal mensen die auto's die voorbij komen. En hier heb je gewoon niks. Een paar Duitsers die voorbij komen, maar voor de rest niks. Ja, het wemelt hier van de Duitsers. Ja. Als ik in de natuur ben en gewoon een beetje dit om me heen heb en meer niet, dan gedij ik het beste. Maar dat vind jij dus wel prettig om daar tussen te zitten? Ik ben een provinciaal in hart en nieren, Frank. Ja. Ik ben echt een provinciaal. Ja, maar jij bent opgegroeid in Zutphen en je hebt ook een tijd in Leiden gewoond. Daar woon je nu nog steeds. Je noemt jezelf een provinciaal. Ja, ik ben echt een provinciaal. Ja. Maar waarom ga je er dan niet echt wonen? Leiden is nou niet echt... Ja, maar Leiden is ook een dorpje. Leiden is ook heel klein, heel overzichtelijk. Dat is gewoon ook gewoon een dik tromboek. Dat is ook iedereen, je kent de slager, de veldwachter, iedereen ken je. Heb je trouwens ooit een priester met ADHD gezien? Een priester met ADHD? Paternoster, Christian Tullus. Sanks, we kennen nog met van de rekken toon. Pier van de soer, zoek in de tuin. Gewoon, Patrick. Ah, met de volgende week, doeg! Die rust die je hier vindt, die vind je niet in Amsterdam. Want jij hebt echt een broertje dood aan die elitaire grachtengordel van Amsterdam. Hè? Ja, nou ja, het is. Nee. Amsterdam blijft maar doorgaan. Op zondag is het daar niet rustig. Nee, op zondag is het daar druk. S'nachts, als je om 2 uur thuis komt, is het nog steeds druk. Daar blijft een soort energie hangen in die stad, waar sommige mensen helemaal dol op zijn. Maar ik word er horens dol van. Er komt volledige kortsluiting in mijn hartjes als ik hier in Amsterdam ben. De grachten, de duiven en de dal. Madame Tussaud in het museum. De terrasjes en de kinderen. En de mensen die er zo tevreden zijn. Maar ik heb er helemaal niks mee. Ik heb niets met het hele Amsterdam. Ik wil nog liever in een kawaka van een koala. Of in de derde van een Afrikaanse. Amsterdam. Jij wil dat het af en toe stopt. Het moet af en toe even rustig zijn. Als ik zondag al sta, dan wil ik er gewoon dat het rustig is in de stad. Ja. Als ik s'nachts is het gewoon rustig.
Maar als ik thuis kom. Is het een soort zelfbescherming? Omdat je dan, als je er wel tussen zou zitten, dat je dan de hele tijd op zoek gaat naar, ja, waar is het feest? Er zit die onrust, die wakkert mijn onrust aan. Nou, dan is het alsof je een soort aan een cafeïne-infuus zit. Ja, ja, 1 plus 1 is 5. Ja, 1 plus 1 is 10 bij mij in ieder geval. Weet je wat ik laatst ontdekte? Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je uiteindelijk 10 keer zoveel meer rust. Kijk. Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal tot te langzaam zijn. Als je dingen die afraffelt, die normaal tot te langzaam zijn, als je die dingen nou 10 keer zo snel doet, heb je nog tijd over. Ideaal. Die tijd die je over hebt, kun je gebruiken voor hobby's. De hobby's. 10 keer zo snel, kun je 10 hobby's doen. 10 hobby's heb je natuurlijk zo meer ontspanning. Tenzij je gehaakt als je langs bij je buiten adem, je best alles 10 keer snel, gaat alles 10 keer snel. Kut, ik ga te snel. Ja, ik heb me meegenomen. Het schijnt dat ik af en toe iets te snel ga. Ik zweer het je, laatst deed hij niet tot ik een avondvullend programma van 2 keer 5 minuten. Wat zeg je nou? Ik kwam een lagere schooljuffrouw tegen die zei dat ik op mijn 8e al een spreekwoord over cabaret heb gehouden, dat ik cabaretier wilde worden. Nou, ja. Dat zeg genoeg. Ja. Jij hebt geen kleinkunstacademie gedaan. Nee. Is dat een gemis? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Het zit in je of het zit niet in je. Ik geloof niet dat je dit vak kunt leren. Ik geloof dat je dit vak kunt verbeteren bij de kleinkunstacademie. Maar je hebt het in je of je hebt het niet in je. En het was al vanaf het begin af aan duidelijk dat je dat niet ging doen. Terwijl ik wou naar de kleinkunstacademie, maar ik had een spinzertje, ik had een overhemdje aan. Ik ging daar zitten bij die vooraditie. En ik ben ook weggegaan voordat ik auditie heb gedaan. Want ik zag al die creatieve mensen daar staan met die rare pruikjes op en die dingetjes en die puntjes. Ja. En ik denk, nou, hier pas ik helemaal niet tussen. 2 verschillende kleuren, nee. All-Stars aan. Ja, dat je... Wel gezellig. Ik dacht, ik doe het gewoon niet. Klaar. Maar heb je dat dan niet gemist? Want inderdaad, als je in die omgeving werkzaam bent of studeert, dan word je wel weer geïnspireerd door andere collega's. Ja, je wordt geïnspireerd. Nadeel is ook dat je dus ook iets een bepaalde richting op geduwd wordt. Mijn liedjes zijn Sinterklaasrijmpjes. Nou, op de kleinkunstacademie zou ik er wel afgeflikkerd zijn. Ja. Alleen, het is wel mijn stijl. Het is wel gewoon Jochem Meijer-stijl. Het is authentiek. Het is authentiek. Dus ik heb het geleerd gewoon, zoals elk vak ook geleerd. Ik heb gewoon in de praktijk geleerd. Ja. Ik heb 5 jaar lang in jongerencentra voor 10 blowende jongens en een zwerfhond gespeeld. En zodra ik opkwam, toen was al van, hey joh, homo, schiet eens op. En daar heb ik mijn tempo vandaan. Dus ik leg mijn ontbijt weg. Kom op haar aflopen. Mama, bakken worden, je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, dress, dus bakken worden, chick, bakken worden, de laatste show, de rust zelf, die heb je grotendeels hier bedacht, hè? Ja, helemaal bijna zelfs. Helemaal. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, ik kan thuis geen structuur vinden. Dus als ik hier ben, heb ik een heel duidelijk schema. Gewoon vroeg opstaan, schrijven, lopen, eten, schrijven, lopen. En dat schema, dat lukt maar. Ik ben een slechte schrijver, dus ik moet er heel veel tijd aan besteden. Ja? Nou. Maar in hoeverre speelt die structuur dan een rol? Waarom vind je die hier wel en niet in Leiden? Ik kan me hier concentreren. En tenminste, de tijden dat ik me concentreer, die moet ik gewoon pakken. Ik schrijf altijd... Bram Vermeulen heeft me ooit geleerd... Je hebt maar 1 kwartier per dag... dat je middenhersenen actief zijn. Oftewel, waar je daadwerkelijk inspiratie op doet. Maar je weet niet wanneer dat kwartiertje is. Dus je moet gewoon van 9 tot 9 moet je gewoon blijven doorgaan. Stand-by staan voor het geval dat het ene kwartiertje komt. Ja, juist. En dat ene kwartiertje, dan maak je conferentie. En de rest is allemaal gewoon werken, uitwerken. En het lijkt me zo mooi als die nieuwe paus dan een hele dikke Surinamer wordt. Dat die man erop komt lopen op het Sint-Pietersplein. Hé, zeg, bedankt voor die bloemetjes, weet je. Stel je voor. De nieuwe paus
Wordt een Nederlandse dichter. Dat die man erop komt lopen met een zonnebril. Zo strak als de neten komt erop lopen. Geachte gelovige. Ik heb een gedicht geschreven en ik ga als volgt. Als God een goede gozer was, zou hij het onmogelijke kunnen doen. En wat er alsnog met Sparta gewoon wereldkampioen. Krijg het hier. Dag. Hoe begint het dan? Relatief ben je ook lang aan het try-out, hè? Je oefent je voorstelling. Veel langer dan andere collega-cabaretiers. Waarom doe je dat? Is dat een soort onzekerheid dat je daarvoor kiest? Nou, ik schrijf inderdaad 2 keer langer dan de meeste collega's. En ik try-out 2 keer langer dan de meeste collega's. Maar dat heeft te maken met... ik ben een slechte schrijver, dus ik moet heel lang schrijven, wil ik iets goeds hebben. En hetzelfde is op het podium. Voordat ik met die snelheid die ik heb, de timing juist heb, ben ik gewoon een half jaar verder. En dan nog zit, als ik in mijn première ben gegaan, tot en met de première en 390 voorstellingen verder, want ik doe hem ongeveer 390 keer, dan nog zit daar een essentieel geldverschil in. Ja. Hij blijft groeien. Ook na 300 keer blijft hij nog steeds beter gaan. En uiteindelijk wordt die diamant, die ruwe diamant, wordt steeds meer geslepen. En uiteindelijk aan het eind is die, zeg maar, het maximale wat ik uit zo'n voorstelling kan halen. Ja. Je staat al 3 jaar in het theater met hetzelfde programma. Ja. Nou, dat is fijn, want je hebt uitverkochte zalen, continu. Maar op een gegeven moment weet je dat een grap wel gaat werken. Je verfijnt hem, je timing wordt steeds beter. Ja, exact. De timing, goed, ja, hij wordt steeds beter. Na een jaar heb je dat in de vingers. Nee. De timing is iets, dat gaat zo. En de truc is, en dat is precies wat je zegt, het is juist de kick om op een gegeven moment alle grappen op de beste timing te hebben. Dat je in die zaal komt en dat je denkt, oh, heb ik een moeilijke zaal? Het maakt niet uit, ik die voorstelling kan niet beter dan dit. En dan is het zo leuk om te spelen. Hetzelfde als je gaat voetballen en je weet dat je met 3-0 wint, ga je veel lekker het veld op. Ja. En als je denkt van nou, we kunnen ook nog verliezen. Heb jij die instelling dat je met 3-0 de wedstrijd gaat winnen? Nee, 6-0. Maar elke avond ga ik erin met 6-0. Maar ik moet met 6-0 van het podium af. Als het met 5-0 is, ga ik met een kutgevoel naar huis toe. Ja? Of het nou een Stadskanaal is, of een Delfzijl, of een Winterswijk. Elke zaal moet met 6-0 eraf. Ja. Ik ben zo'n onwaarschijnlijk perfectionist. Zo'n drive heb ik. Dat, ook na 390 keer, mijn voorstelling verzwakt nooit. Er zit nooit een dip in. Nee. Dus als Nederland nog groter was geweest, had je hem rustig 20 jaar kunnen spelen, zo'n voorstelling. Ja. Echt waar? Ja, meen ik serieus, ja. Je ziet totaal niet waar je bent gebleven. Ik lig helemaal. Zag je maar, ik lig helemaal daar. Je bent hier in je jeugd ook heel veel geweest, hè? Met je ouders en met je zussen. Ja, klopt, ja. Wat herinner je je daar nog van? De boot voornamelijk altijd. De boot? Ja, dus een reisje naartoe. Het leek voor mij 8 uur te duren, maar achteraf was het 1,5 uur. Maar dat vond ik al vrij lang. Maar als je op de boot was, dan dat was altijd een vakantiegevoel. Dan ging die boot weg en dat vond je natuurlijk mooi als kind. En dat was het. En eigenlijk als kind had je niet meer nodig. Je hebt zon, zee, strand en meer had je niet nodig. Je ging garnalen vissen alleen maar garnalen vissen. En wat voor klein jongen, wat voor jongetje was jij? Toen je echt zeg maar klein was, een jaar of 3, 4. Ik was wel vrij druk, vrij irritant ventje, denk ik. Ik was op de kleuterschool, toen moest ik al... Als ik dan 2 uur lang geen kinderen sloeg, dan mocht ik iets voor mezelf gaan doen. Dus uiteindelijk, op die manier heb ik geprobeerd dat eruit te halen. Ja. Ik denk ik de enige jongen ben die ook echt van de kleuterschool afgetrapt is gegaan. Die gewoon naar een andere kleuterschool moest. Ja, hoe kan dat nou? Omdat ik altijd die kindertjes sloeg en als iemand blokken had gemaakt, dan trapte ik die blokken weer omver. En als iemand een tekening had gemaakt, dan scheurde ik het midden. Ja. Ja, maar wat is dat dan? Want ik verwilde me dood. Ik moet dingen te doen hebben. Dat merk je vandaag ook. Ik moet wel wat te doen hebben. Ja. En als ik niks te doen heb, dan word ik onrustig. Vroeger toen ik klein was het trouwens geen probleem om een ware liefde te vinden. Echt niet. Alle kleutervrouwen stapel verliefd op mij. Best irritant. Ben je 3 jaar oud, zit je in de kleuterklas, komt juf Joke op je aflopen. Hé, hey, Jochem, wat doe je na het kleuren? Dus eigenlijk was jij een strontvervelend kind. Ik was een pisventje, ja. Ja. Ongelooflijk. En hoe was dat dan voor je ouders? Ja, mijn ouders die gaven me heel veel structuur. Dus daardoor werd ik wel wat handelbaarder. Maar bij ons is de koude douche altijd het beroemde middel. Ja? Als meisje kortsluiting kreeg, dan werd de kleine meijer met krullen al onder de koude douche gezet. En dan werd hij weer rustig. Ja? Ja, zo werkte dat. Mijn vader heeft dan mijn naam bedacht.
Heel veel mensen weten, Jochem is helemaal geen naam, hè? Jochem is een afkorting. Dat betekent jonge, onhandige, chaotische, hyperactieve, energieke maloot. Dan zegt ze, ik ben namelijk heel onhandig. Heel onhandig. Vorige week nog, ik was op de verjaardag van mijn moeder. En er waren al van die oud-tantes. En die moest altijd 3 zoenen geven. Maar ik weet nooit waar je moet beginnen. Links of rechts, links of rechts. Maar je moet nooit twijfelen. Je moet nooit twijfelen. Ik was op de verjaardag van mijn moeder, stond ik vol te kopkluif met tante Beb, kan ik vertellen. En laat zo zeggen, tante Beb komt niet meer echt door de APK heen, weet je. Ja, ze moeten op een oude fiets moet je leren. Ja. Maar niet met 2 lekke banden. Nou, dat is het. Maar op een gegeven moment liep het toch wel een beetje uit de klauwen, want toen is inderdaad ADHD geconstateerd bij jou. Ja, MBD zoals het vroeger heette, minimal brain damage, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja. En wat is dat dan? Nou, in die tijd was ADD nog niet bekend. Dus ook geen medicijnen voor, ook geen ding. Dus het enige wat mijn moeder dacht is gewoon structuur. Dus gewoon opstaan, kwartier viool spelen, kwartier kamer opruimen, naar school, terugkomen, boodschappen doen. Alles allemaal bezig houden. Ja, en hielp dat? Ja, dat hielp wel. Maar je bent er niet echt een rustig kind op. Nee. Een goede conclusie, zeg. Ja, nee. Ja, nee, maar ik bedoel... Een dag later constateerde de orthopedagoog dat ik toch echt wel last had van ADHD. Weet je wat het is? Af en toe word je er helemaal gestoord van dat je altijd zo druk bent. Af en toe word je er helemaal gek van. Laatst ook. Ik moest in een stille tocht meelopen. Heb je er fysieke nadelen van gehad? Ik bedoel, het is een soort ziektebeeld in feite. Nou, toch? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was vrij ondraaglijk tot mijn 18e en 19e. Omdat ik altijd die energie te veel had. En toen ben ik dit op het podium gaan doen. En toen viel alles opeens in zijn plekje. Ja. Toen had ik opeens, kon ik lekker mijn energie kwijt op het podium. En dan kon ik de rest van de tijd had ik wat meer rust in mijn lijf. Hebben je ouders zich daar wel zorgen om gemaakt? Van, komt dat wel goed met die gozer? Want ja, die is geen lamp mee te bezeilen. Ja, nee, hebben ze zich nooit zorgen gemaakt. Nee? Die dacht, ik kom wel zijn plekje terug. Ja. Yes! Jouw moeder is ook vrij druk, hè? Ja, mijn moeder is heel druk, ja. Ja. Is dat echt niet te hachelen? Ik heb het in de voorstelling ook wel eens gezegd, dat ik een heel druk moedertje heb en een heel druk vader. Mijn vader is echt super rustig. Die heeft iets minder batterij dan de rest van de familie. Alleen, mijn moeder is vrij druk, ja. Ja, mijn moeder is een soort kapot printertje, die blijft maar doorradelen. Maar echt geweldig wijsje, ja. Maar het is ook zo dat jij zegt dat 90% van de dingen die je vertelt in je show, dat is allemaal echt. En dat is ook echt waar. Ja. Maar je ouders die komen de taal met shocken uit. Ja, overdrijven is mijn vak, maar ze kloppen allemaal. Mijn familie ook, het is cartoonesk, maar ja, mijn vader rookt pijp en mijn moeder is heel klein en praat heel laag. En rookt 2 stoffen per dag. Dus ja, het leukste is, als ik dan met mijn moeder over straat loop in Leiden, en dan komen we aan bij zo'n winkeltje en bij de supermarkt, dan zegt ze, loopt ze naast mij, en dan een heel klein mensje, en dan zegt ze, oh, doe maar pak sigaretten. Nou, dan ligt die kassière ligt onder de tafel, verdomme, het is echt waar. Joh. Mijn moeder is heel klein, echt heel klein. Heel klein, heel klein. Heel klein. Rook 2 sloffen per dag. Een soort rokende tik-tak. Die is heel klein. En omdat ze ook zoveel rookt, praat ze ook heel laag. Wat leuk is, want bij mijn ouders mooi zo. Hallo. Hey papa. Nee, met je moeder. Heel klein. En hey, mijn vader. En mijn vader is ook weer een rare man. Mijn vader rookt pijp. Is hyperactief. Beetje rare man. Ho. Dit gaat de hele avond door, hè? Hey, hoe is het contact nu met je ouders? Ja, geweldig. Ja? Ja, dat is wel gemoed. Zie je ze vaak? Ja, ik zie ze vaak. Mijn ouders wonen in Frankrijk, maar ik zie ze wel vaak. En als ze komen kijken, is het leuk. Mijn moeder is altijd wel vrij kritisch, weet je. Die kan wel vrij nuchter naar haar aankijken. En mijn vader is gewoon apatros. Die vindt het schitterend. Die schiet dat helemaal vol. Ja? Ja. Ja. Er was een periode dat als de hele zaal zich helemaal kapot had gelachen... en er was 1 iemand naar jou toegekomen aan het eind van de avond... en die zei, wauw, matig, dan was je hele avond naar de kutkloterij. Ja, dat is nog steeds wel zo, maar ik heb er wel mee leren leven. Dus het gaat toch makkelijker nu? Ja, ik ben een pleaser, echt een 100% pleaser. In het dagelijks leven
En ook in het en ook op het podium. Ik wil gewoon. Ik ga voor de volledige kill. Dat is natuurlijk een totale illusie. Want you can't please them all. Je kan maar gedeelte van de zaal echt pleasen. Alleen het is wel mijn doel. Mochten er laatkomers binnenkomen, of mocht er één mobiele telefoon afgaan, kan ik even wat nieuws uitproberen. En moment, blijf zitten. En moment, blijf zitten. En moment. Ja, vrijgezellen. Dus mochten er laatkomers binnenkomen, dan hebben we een bijzonder leuke avond. Ben jij zenuwachtig nog, als je podium opstapt? Nee. Totaal niet? Nee, ja, die grote bakken nog wel eens. Maar voor première is ook nog wel. Maar weet je, ik heb voornamelijk altijd... Ik heb er onwijs veel zin in. Dat klinkt heel cliché, maar ik sta echt te springen in de coulissen van jongens. Weet je, alsof ik met drie riemen vastzit en dat de riemen los worden gelaten. En ik mag... Je moet het met die hazenwindhonden, weet je, die in dat hokje zitten. En zodra ze losgelaten worden, dan... Dat is bij mij ook zo. Nou, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt no fucking way. Ah, lekker tussen onze zuiklam, Jan. Heerlijk. Echt hartstikke lekker. Proost! Ja, proost. Maar een dagje zo, hè? Top. Mm. Jij bent best wel een beetje een Bourgondier, hier, toch? Ik ben een zware Bourgondier, hier, vriend. Ja. Heerlijk, toch? Mm. Je moet van het leven genieten, hè? Niet vergeten, hè? Nee, vind ik ook. Een vriend van mij zei tegen mij, Jochem, als jij wil afvallen, dan moet je gaan zwemmen. Ik zeg zwemmen, ja zwemmen, 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 ik zeg zwemmen. Nou, toen ben ik gaan zwemmen. Maar zwemmen heeft dus totaal geen zin. Als je wil afvallen, heeft totaal geen zin. Want is je wel eens opgevallen, maar na het zwemmen heb je altijd zin in patat. Dat heeft geen zin, dat heeft geen zin. Ik ben vrij fit, hoor. Wat ik op het podium doe is dusdanig zwaar dat ik kan echt niet een slechte conditie hebben om op het podium te staan, want dan ga ik dood. Zeg, wil zeggen mij, maar Jochem, als je echt wil afvallen, dan moet je een maagbol nemen. Als je een maagballon, dan heb ik een maagballon. Ken je het? Een maagballon? Dat is een klein ballonnetje in je maag. En daar heb je minder zin om te eten. Maar lijkt me nou zo gek dat je met een meisje aan het praten bent en die ballon gaat zo half open. Hè? Nee, Tim. Ja, het gaat goed, mijn lijkt. Mijn hartslag zit er wel af en toe 7 slagen boven mijn maximum. Dat is een keer gemeten, hè? Bij een voorstelling van jou, hoe hoog je hartslag per minuut is. Ja, dat is bizar. Dat is een cardioloog, die viel bijna van zijn stoel van de ellende. Ik sprak Ron Jans, die trainer van Groningen, en die zei van... Nou, je gaat niet heel ver weg van een voetballer, nee. Maar dat is toch bizar? Is dat wel gezond? Weet ik niet, maar als ik helemaal op het podium sta, dan denk je daar niet over na. Wat heb je dan ongeveer per minuut? Hoeveel hartslagen? Als ik 5 minuten voor aanvang heb ik ongeveer 100. Als ik op het podium kom, heb ik gemiddeld 120. Als ik een dansje doe, zit ik dan op 160 en dan moet ik uitrusten, dus heel snel herstellen. En dan zit ik even op 187, dat is 7 slagen boven mijn maximum. En daarna gaat het weer naar beneden. Boven je maximum? Ja, dat heet zo. Je hebt een maximum van 180. Dus als je dan daarboven gaat zitten, dat kan je niet 10 minuten volhouden. Want dan ga je... Dan val je om. Dan val je om, dan is het klaar. Ellende. Jochem, in jouw programma's laat je heel vaak horen of zien dat je altijd op zoek bent geweest naar de ware liefde. Heb ik het daar vaak over gehad? Ja, ja. Ik denk het wel, hè? Maar je wilde hem eigenlijk nog niet tegenkomen, hè? Ja, maar dat klopt. Mijn voorstelling, zeg maar, ik schrijf hem 3 jaar voordat ik daadwerkelijk natuurlijk mijn vriendin ontmoette. En dan krijg je dat soort dingen nog, inderdaad. Ja. Maar was dat bewust, dat je wel altijd dacht van... Nee, ik vond het onderwerp wel mooi van het liedje, van dat ik dacht van... Weet je wel, ik ben er nog niet naartoe, weet je wel. Laat me nog lekker even feesten. Ik ben nog bezig met mijn carrière. En dat, die ware liefde, die komt wel een keer. Maar dat is, zit je ook echt zo in elkaar? Toen wel, ja, toen wel. Nu heb ik hem en nu zou ik daar zo'n liedje nooit meer schrijven. Ik weet ook niet hoe ik jou ga ontmoeten. Misschien zijn we dronken en voor het gênant. Dat jij in de bosjes je blaas een plezier doet. En ik sta te kotsen in een kamerplant. Ik weet ook niet wat jij nu aan het doen bent. Misschien woon je al jaren bij mij om de hoek. Maar ik wil het eerlijk gezegd nog niet weten. Ik ben nog niet toe aan jouw bezoek.
Maar wat ik wel weet, is dat ik met jou oud wil worden. Met jou wil ik echt heel burgerlijk doen. Een huisje, een boompje, een heel erg druk zoontje. Een wandeling door het plantsoen. Maar laat me nog even een paar jaar alleen zijn. Ik ben nog niet toe aan een pamper met poep. Ik wil nu nog lekker een Big Mac menu eten. In plaats van magere ossenstaartsoep. Maar als ik zo ver ben, kom dan in mijn leven. En als ik niet thuis ben, kom dan naar de kroeg. Als je binnenkomt, zal ik je zeker herkennen. Maar ik vraag je, kom niet al te vroeg. Waar heb je haar ontmoet? Na mijn voorstelling. Ze zat te filmen. Ze ging erbij staan, maar ik dacht dat ze een foto maakte. Dus het eerste filmpje dat we elkaar moeten, hebben we gewoon daadwerkelijk een filmpje van. En toen dacht ik, nou, dit is wel een heel leuk meisje. Toen heb ik 3 weken niks van me laten horen. En toen na 3 weken schreef ze mij een sms. Heb je al 3 weken mijn nummer, heb je niks van je laten horen. Ben je 1 homo, 2 een lafaard of 3 ben je gewoon weer andere mensen aan het neuken. En toen dacht ik, nou, dit is de vrouw van mijn leven. En je hebt een kindje gekregen. Ja, vind ik mooi, wat ik uit mij gemaakt. Ja? Het gaat over Carré en alles zijn, ja. Ja? Dat is een rijkdom, dat is... Ik zei toen ze geboren werd, en daar sta ik nog steeds achter... Er is een doosje met liefde opengegaan waarvan ik het bestaan niet wist. En dat klinkt heel cliché, maar dat was het ook echt. Ja? Er komt een nieuw soort liefde. Niet de verliefdheid, niet een houden van... Maar er komt iets heel nieuws in je leven. Dat is fantastisch. Je hebt een ontzettend leuke vriendin. Je hebt een mooi dochtertje. Nou, wat wil je nog meer? Ja, vraag me ook wel eens af. Maar ik serieus. Ik doe het werk wat ik leuk vind. Ik doe het ook op een niveau waar ik me heel prettig bij voel. En dan ook nog een kindje en een vrouw. De laatste jaar kan er even niks op bij mij. Nee. Daar kan iemand de benen eraf hakken en dan zou ik nog niet ontevreden zijn. Nee? Nee. Ik heb toevallig... Het klopt even bij mij, dit jaar. Proost op het mooie leven. Proost op het mooie leven. Schitterend. Ja, dit is wel een lekker plekje. Dit is het, Frank. Er kwam net nog een gouden kiekeboe voorbij. Ja, je lacht erom, maar ik begin ze te herkennen. Jij zag hem, hè? Ja. Je ziet er trouwens echt als vogelaar uit. Mag ik je even complimenteren? Ik denk, ik ga met jou vogelspotten. Dan moet ik er wel een beetje op gekleed zijn. Met de Rolls Royce onder de verrekijkers in je klauwen. Ja, toch? Dat is mooi, hoor. Dat heb jij niet, hè? Maar kijk nou eens even. Dat zijn lepelaars. Ja? Die witte dingen hebben een lepelvormige snavel. En het mooiste is, ze gaan als een soort metaaldetector gaan ze de grond af. En dan komen die wormpjes naar boven toe, of die visjes naar boven toe. En die vreten ze op. Maar hoe bedoel je als een metaaldetector? Ze gaan zo, zeg maar, zoals je met een metaaldetector zo over het strand gaat en muntjes gaat vinden. Zo gaat een lepelaar door het water heen. Jij hebt dus nog voordat jij het echte cabaretvakje ging, heb je nog een poging gedaan om biologie te studeren? Ja. Of niet alleen een poging gedaan? Nee, ik heb het ook echt gedaan, ja. Ik wou vroeger altijd deels cabaretier worden en deels vogelwachter worden op Texel. Ja. Loop met mijn zoontje, loop ik over het strand heen, dan noem ik hem Storm. En dan komt er een vogel voorbij. Zit je papa, wat is dat voor een vogel? Dat is een grutto. Oh ja, en dat dan? Dat is een schooleksen. Oh ja, en dat dan? Dat is een leeuw, ik ben ADHD. Oh, zegt hij. Papa, hoe weet jij dat allemaal? Nou, papa is vroeger bioloog geweest. Oh ja. Papa, als je zoveel van vogelgeluiden af weet, wat is dan... Dat is een tik van je vader, heeft er geen reet mee te maken, echt. Kan jij ze allemaal zo onderscheiden? Zodat je denkt, oké, dat is een huismus, dat is een pelikaan, ja, ibis, ibis, flamengo. De beglijster. Ja, nee, ik kan ze bijna allemaal onderscheiden. Vroeger kon ik het nog veel beter, kon ik het echt op geluid ook doen. Als ik alleen wat geluid hoorde, wist ik al wat het was. Ja. Nou is het ietsje minder, maar ik, zeker op de watvogels, daar weet ik, dan kan ik zo zien. Zelfs de schaduw kan ik zien wat het is. Ja, dat is echt waar. Ja. Nadia, ik heb een hele vieze, zanzige, smerige mop voor je. Hij is getrouwd met Maria, een 96-jarige, demente, transseksueel. Dat is toch niet normaal, niet? Zeg, Beatrix, kom eens hier. Ha? Als een rode draad door jouw voorstellingen zitten toch wel imitaties, hè? Je bent toch wel legendarisch inmiddels geworden. Mensen kennen jou daar echt allemaal van. YouTube een groot hit, bijna een tv-moment van het jaar geworden. Is dat jij gewoon, ja... Tot redelijk, tot perfect mensen kan nadoen. Ja, het is een onderdeel van wat ik doe, ja. Als je daadwerkelijk gaat kijken in mijn theaterprogramma's... hoeveel procent imitatie is, kom je op 3-4%. Dus het valt op zich wel mee. Ja. Maar blijft wel hangen. Ja, nou, het is ook iets wat ik inderdaad wel doe, ja. Ja, tuurlijk, ja.
Dag lekker geestenbilletjes, vrouw. Dag lekker merkpijpjes. Zeg, wat prachtig om hier te zijn. Hartelijk maandag. En je krijgt het hier eentje verslaan. En even Radio Rijnland, sporter. SPA'tje, sporter, dag. Zeg, we zullen ook krijgen, hè? Zeg, geen schande, hè? Dan ben jij op tv gekomen. Zeg, ik zou nog voor jou, echt waar, hè? Zeg, dag, zo eens even je mond houden, papi pangen, vader. Abnormaal. Ik heb een hele vieze, dansige, smerige mop voor je. Dit is zo, kata, zwaartje, ketje. Wat zullen we nou krijgen, hè? Even rustig nou, hè? Zeg, je denkt erop, je blijft van wapen, hè? Mommorgetje, mommonge, de burgemeester. Ik kan niet van smerige moppen. Wow, wow, wow. Samson is een hele brave, lieve, enthousiaste hond. En kijk hem nu zitten. Als je het maar eens wil, en liever een tekentje. Ongelooflijk, schitterend, onwaarschijnlijk. Dus die vrouw staat daar met die staafmixer, waarop die man zegt... Mike en Thomas Show, kent u die uitdrukking? Mijn vraag van meneer Grendert, wat vindt u nou van Mike en Thomas? Maar Mike, dat is toch niet normaal, man? Wow, wow. En dan zeg ik, ja, ja, maar toch ook nee, nee, nee. Zeg, we zullen ook krijgen, hè? Het weer, en dan even over het weer van morgen. De temperatuur schommelt zo tussen de 0 en 30 graden. Goed man, oftewel... Tot morgen. Hey, Jos. Nou, dag lieve tumtummetjes. Dag lekkere bokkenpootjes. En je krijgt hier in toch gewoon lekker Radio Rijnmond, jongen. Wow, wow, wow. Een hele brave, lieve, schitterende, perfecte onderscheidje. Schitterend, onderscheidje. Zeg, je blijft hem af, hè? Goed man. Oftewel, tot morgen. Sta je die ook hier te oefenen dan af en toe wel eens? Ja. Gewoon toch om ze nog beter onder te doen? Nee, zeg zo. Ik zou echt, als ik een imitatie goed wil hebben... moet ik 3 dagen achter elkaar de hele dag als diegene praten. Ja? Het had begin met 1 zinnetje. Dus als Ten Hemers nadeel is het dingetje bijvoorbeeld van... Ik vind niks. En dan zeg ik de hele dag, ik vind niks. En dan zeg ik, op een gegeven moment ga ik door, dan ga ik nog hier... Ik vind stom. En dan gaat het steeds verder. En uiteindelijk dan... Dan zit het zo in je kop dat je het gewoon kan blijven repeteren. Ja, dan blijft het, ja. Maar dan sta je hier wel gewoon je zeg maar, tussen de duinen tegen de bomen tussen aan. Tussen de vogels sta ik te doen. Dat zeg maar, ja. De vogels ook een verrekijker tevoorschijn trekken. Maar wat is dat voor rare vogel? Maar ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat die imitaties natuurlijk een enorm succes. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat je er gek van wordt. Omdat mensen dat ook heel graag steeds willen blijven zien. Hey, ja, maar je moet nog even Willy Broer doen. Ja. Je moet het kruiden. Je moet het gewoon kruiden. Nee, dus dat betekent dat ik kruid mijn voorstelling met mijn imitaties. Letterlijk is dat. Maar het is niet de ingrediënt. Het is puur het kruiden. Zo, de test op zijn vishandel. Hey, dan gaan we granalen kijken. Ja. En dan ga je nou eens kijken wat hij nou wat te eten is. Begrijp je nou waarom ik op Tesla kom? Ja, ik snap het. Zie je staan? Hey? Ja. Daar zijn we hele knappe jongens bij. Weet je dat? Lief beest. Zeg, je blijft maf, hè? Maf kan je toch wel? Je smeert je tanden. Je bent een leuke vis. Mag je best weten. Hè? Oude goorpijp. Zeg, oude goorpijp. Gaat. Een zeedijver, grote vriend. Daar zijn we hele knappe jongens bij. Ja, inderdaad. Hier, lekker haartje. Hallo. Dag, lieve. Zeg, dat ziet er prachtig uit. Fantastisch. Zeg, blijf maar af, hè. Ik ga schande. Ik krijg het hier in je hoofd. Weet je wat het is? Die storm in mijn hoofd, die gaat nooit liggen. En als ik dood ben, helemaal dood, echt. Helemaal dood. En ik lig 16 meter onder de grond. En je staat voor mijn grafzerk. Dan pas kun je zeggen... Hier, rust. Jochem Meijer Putje. Ben je bang voor de dood? Nee, absoluut niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik morgen dood zou gaan... Ik heb altijd gedacht dat ik vrij vroeg zou sterven. Dan heb ik alles op mijn lijstje wat ik wilde maken, heb ik toch al gedaan. Dat klinkt heel suf en heel burgerlijk weer. Maar ik heb echt mijn hele lijstje een beetje afgewerkt. Hè. Ja. Waarom dacht je dat je vroeg zou sterven? Ja, heb ik altijd gedacht. Ik denk altijd dat ik vroeg in pijp had gaan. Nu nog steeds? Ja. Ja. Dus vandaar dat is ook misschien mijn drive, dat ik altijd heb gezien... ik moet alles bereiken voordat ik doodga. Dus dat heb ik al, ben daar een heel eind in ook al. Dus het kan, in principe kun je elk moment omvallen? Ik kan elk moment omvallen, ja.
kooi, Jochem. Dan moet je het afmaakt, hè? Ongelooflijk. Hey, is dit muzikaliteit of is dit ook gewoon hard werken, net zoals de rest van je cabaret show? Nee, muziek daar hoef ik niet zo hard voor te werken. Nee? Dat is het enige waar ik... Nee, ik ben vrij muzikaal, dat heb ik al meegekregen. Dus ik kan eigenlijk elk instrument wat ik zie, kan ik spelen. Echt als ik maar mijn best doe. Maar dan doe ik het wel heel erg mijn best, maar dat lukt me wel, ja. Ja, ja? Dat is het enige talent wat ik heb meegekregen. Echt wat het echt talent is, ja. Nee, maar van accordeon tot harp tot saxofoon. Dat, ja, ja. Hoewel een harp is dan altijd een act. Wat ik een keer wil doen is een harp en dan zo'n ijzer doorheen. Dat lijkt me zo mooi. Dan is dat weer een act. Ja. Waarom heb jij die keuze gemaakt om meer richting die komische kant te gaan zitten? Ja, maar dat voelde mijn hele lijf. Mijn lijf, ik ben niet... Ik heb een discussie vaak met cabaretiers over. En dan zegt ze, ja, maar je bent er niet boos, weet je wel. Joep is boos, die gaat op het podium staan. Ook omdat hij ook iets... Hij ergert zich ergens aan. Ja. En ik sta op het podium niet uit boosheid. Daarom noem ik mezelf een cabaretier. Want ik vind dat een cabaretier echt uit boosheid op het podium staat. Ik ben echt gewoon... Ik wil juist dat beetje het positieve, een beetje dat feel good. Dat is mijn dingetje. Dus dan kom je automatisch bij amusement uit. Wil je niet een leuk liedje voor mij spelen? Nou, vraag je me wat. Nou, een vrij intiem liedje. Dat zie ik nooit in een voorstelling zien. Maar mijn dochter is natuurlijk geboren niet zo lang geleden. Ja. Dus toen zij geboren, daar moet er toch iets mee kwijt. Dus heb ik een heel kort, klein liedje gemaakt. Zal ik even zingen? Ja. Vrij uniek hoor, het is vrij intiem dit, maar vooruit. Ik wil je voetjes opeten. En je teentjes ook erbij. Je bent net zo druk als papa. Je bent letterlijk van mij. Dus ik wil je handjes opeten, met je lachje ook erbij. Je hebt de ogen van je moeder, ik ben verliefd op allebei. Mooi hoor. Ja, een klein ding. Je dochtertje? Is mijn dochtertje, ja. Is ze rustig? Ja, ze is heel rustig. Is ze voor de zingt, ja? Ja, ze wordt heel rustig. Als ze voor de zingt valt, ze in één keer in slaap. Ja, het zijn de mooiste momenten van mijn leven, ja. Apetrots, hè? Ja, apetrots, ja. Het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Hé, hey, jongens. Kijk jij eens? Hoe doe je dit met een tandem? Hoe doe je dit met een tandem? Jij of ik? Oh. Allemachtig. Jij in een stuur. Je kan dan die auto rijden, laat staan een tandem. Kom op. Kom goed, ja. 1, 2. Wat lekker fietsen, meneer Meijer. Rondje Texel. Ja, 20 minuten. Is dat niet wat snel? Het kan sneller, maar we hebben het aardig gedaan. Jongen, zeg. Maar heb je nou echt ADHD of ben je gewoon heel druk? Nee, ik heb echt ADHD. Ja? Ja. Kun jij gewoon een boek lezen, bijvoorbeeld? Ja, boeken lezen vind ik geweldig. Ja? Het gaat al vrij snel, maar... Tien minuten Joe Speedboat halen. Nee, een boek lezen vind ik echt het lekkerste wat er is. Het is wel zo... Als ik vakantie heb, moet ik wel heel veel dingen zo bedacht. Dus is een kwartiertje boek lezen, dan is prima. Weet je, maar dan ga ik een kwartiertje even zwemmen. Dan ga ik een kwartiertje iets anders doen, cryptogrammen. En dan een kwartiertje lezen. Dus uiteindelijk vul ik mijn dag wel, maar het is wel heel rustig. Ja. Ik moet voor mijn 28e 5 triviaal padjes verdienen. En elk padje stelde dan een bepaalde droom voor. Vond mijn roze padje was mijn ware liefde. Ik moest voor mijn 28e mijn ware liefde vinden. Ik mocht niet klagen, was mijn blauwe padje, niet klagen, essentieel. Ik moest heel veel lachen, echt heel veel lachen, echt. Ik wou violist worden, dat leek me geweldig. Voor een grote groep mensen viool spelen, leek me geweldig. Jochem van Zweden, dat klinkt ook goed, weet je. En ik moest voor mijn 28e de salsa dansen met een enorme grote negerin. Jij hebt nog één grote droom, hè, Jochem? Er zijn meerdere grote dromen, maar één hele grote droom. Salsa toch? Met een grote dikke negerin? Salsa dansen met een grote negerin. Ja, dat is toch wel een van de mooiste dingen die ik een grote dikke negerin was het toch? Salsa dansen met een grote dikke negerin. Nou, dan ben ik nou wel geen negerin.